Ik heb een paar mededelingen. Iedereen is er dus geen plicht van weer mee ontvangen. Zoals al eerder in deze cyclus bekend is gemaakt, zijn er wijzigingen in de raad die vandaag officieel ingaan, formeel. Dat betekent dat de heer Schouten vandaag als zelfstandig raadslid als lijst Schouten. Voor het eerst in een nieuwe rol eigenlijk in de gemeenteraad. Hoe is dat bevallen vanavond? Nou ja, op zich prima. Ik heb de stap niet voor niks gezegd en daar heb ik voldoende uitleg over gegeven. Ik kan me nu volledig focussen op inhoud en op wat ik vind. En wat naar mijn mening ook heel veel Barenaars vinden, zo hoor ik nog steeds. En volgens mij is dat goed gelukt. Ja. Je hebt de afgelopen tijd een petitie gelanceerd. Ja. Over de concerten in de Paleistuin, waarvan jij vindt dat ze gewoon door moeten gaan. Ja, klopt. Waarom? Nou, omdat ik toch vind, en dat is niet, dat is eigenlijk in de algemeenheid niet per direct alleen maar over de concerten, maar wel dat de stem die de voorstanders hebben eigenlijk niet gebruikt worden. Mm. En de tegenstanders die weten het podium altijd wel te vinden. En of dat nou het podium is of het zeepkistje, dat maakt niet uit. Maar zij weten wel hun geluid te laten horen. En dat is prima, hè? Dat laat ik dat voorop stellen. En wat mij dan altijd verbaast, ook en dan wel specifiek op die concerten, is dat, nou ja, er zijn 5000 bezoekers per concert. Dat zijn er 8, dus dat zijn 40.000 mensen die ervan genieten. En er zullen vast dubluurders bij zitten. Als ik ze bezoek, dan zie ik heel veel fietsen staan. Dus heel veel mensen uit de regio, uit Baren, uit Soest, et cetera. En die laten zich eigenlijk nooit horen. Die laten zich bijna gedwee maar ergens naartoe leiden. En als zometeen wel, om wat voor reden ook, wordt gezegd van nou, het kan toch niet doorgaan. Dan is waarschijnlijk komt het protest er wel. En dan denk je, ja, laat dan nu je stem horen. Nou, dat heb ik bedoeld met die petitie. Om puur eventjes kracht bij te zetten. Van jongens, wij vinden als Barenaars en Soesters en ook anderen uit de regio het belangrijk dat die concerten doorgaan. Want wij genieten daarvan. Dat is een stem van het volk die je graag wil laten horen. En dat zal de komende 2 jaar ook zo blijven. Ja. Meer dan 1400 mensen die de petitie ondertekend hebben. Inmiddels ruim 1700. 1700, kijk. Ja. Zo snel kan het gaan. Ja. Nou was er ook wel wat kritiek als raadslid en dan ook zoiets doen. Dat vond men een beetje wrikken met elkaar. Ja, er wordt activisme wordt verweten, et cetera. Er worden altijd grote woorden gebruikt. Het valt heel snel van mijn schouders af. Ik vind namelijk dat als volksvertegenwoordiger heb je ook het stem van het volk te vertegenwoordigen. Letterlijk. En dat heb ik in deze gedaan. Als een andere petitie was gestart, dan had ik die ondersteund. En in dit geval heb ik aangebruik gemaakt van mijn netwerk. Maar het is vooral ook bedoeld om de stem van het volk te laten horen. Ja, helemaal duidelijk. Volgens mij staat die nog steeds open. Dus mensen kunnen nog steeds... Ja, op petities.nl is die te ondertekenen. Dat is vrij makkelijk te vinden bij Royal Park. Zeg maar. Dan als je dat intoetst, dan krijg je hem verder. Dan staat er een link op mijn Facebookpagina. Ik hoef niet te vragen of dat je de ene van de concerten gaat komen. Ik heb de 2 tot nu toe gepland staan. Ja. De vraag is nog wel of ze doorgaan natuurlijk hè, op dit moment. Nou ja, die vraag moet echt wel duidelijk snel beantwoord worden. Want ik kreeg ook vorige week, deze week was dat, toen er 2 nieuwe of 3 nieuwe concerten bekend werden. Ja. Kreeg ik eigenlijk ook al vanuit het dorp te horen van ja, zal ik wel kaarten kopen? Want zometeen gaat het toch niet door en ben ik mijn geld kwijt. Ja, die onzekerheid wil je ook mee wegnemen. Dit was er ook nog iemand die daar echt over na moet denken om zo'n kaartje te kopen. En die duidelijkheid is ook gewenst. Ja, helemaal duidelijk. Dankjewel voor je reactie hier in de hal van het gemeentehuis. Graag gedaan, Kees. Dankjewel. Mark, vergadering vanavond gehad. Het Bosje van IJzendijk is aan de orde geweest. Er was in de debatraad al waardering over het feit dat er overeenstemming bereikt is met de erfgenamen. En eigenlijk is het nu afgetikt, hè? Zeg ik dat goed? Zeker. Ja. Het geld kan naar de notaris en dan kan de akte getekend gaan worden. Ja, dan is deze stap genomen. Ja. Wat maakt deze stap vrij? Wat kan er nu wel gebeuren wat eerst niet kon? Nou, wat het nu in ieder geval vrij maakt, wat ons betreft maakt het niks anders mogelijk. Hè? Of niks meer of niks minder. Wij vonden altijd al dat hetgeen wat wij voorstonden, dus de doorontwikkeling van het ziekenhuis... Mm. Met daarin ook ruimte voor zorgwonen waar heel veel behoefte aan is. Dat paste binnen de uitgangspunten zoals die ooit vastgelegd zijn. Maar doordat we nu volledig in eigendom zijn, zijn er geen kaders meer die daar ons eventueel in zouden beperken.
Ja. Maar dat neemt niet weg dat we daardoor nu niet opeens meer ruimte gaan nemen. We gaan niet opeens het hele bos kappen zoals door insprekers hier gesuggereerd is. Nee, we gaan gewoon ons houden aan het plan zoals er is. En dat betekent dat we in het bestaande ziekenhuis zoals er is die mogelijkheid willen bieden. Mm. En daarbij nog extra de ruimte van het voormalige zusterhuis willen geven op bestaande verharding. Ja. Dus er gaat ook geen extra bos voor gekapt worden. Dat zijn allemaal fabeltjes. Ja. Werd ook aangegeven van neem de omgeving hier goed in mee, want dat is wel heel erg belangrijk. Maar dat is iets wat volgens mij standaard gebeurt bij deze zaken. Zeker, zeker. En het is natuurlijk aan de eventuele ontwikkelaar die straks het terrein in erfpacht van de gemeente gaat overnemen. Die dan die ontwikkeling gaat maken, die daar een plan op gaat maken en dat dan ook met de buurt kan gaan bespreken. En die zullen we zeker meegeven dat daar ook de buurt nadrukkelijk bij betrokken moet worden. En in ieder geval heel duidelijk verteld moet worden wat er eventueel zou komen. En ook daar de wensen en bedenkingen mee kan nemen. Ja, het meander blijft dus op de grond zitten, zeg maar, in het nieuwe plan? Dat zal moeten blijken. Hè. Als er geen uitbreiding komt en de ontwikkelaar blijft volledig binnen de bestaande bebouwing, dan zal het meandercentrum daar ook in komen. Mm. Misschien komt dat anders wel in eventueel de locatie van het zusterhuis, zeg maar. Dat moet allemaal blijken. Dus wat wel zo is zometeen, is dat op het moment dat die regelingen wegvallen, dan wat erbij gebouwd moet worden, daar zijn dan ook eventueel zorgwoningen komen. En hoeft dan niet per definitie meer het ziekenhuis te zijn. Dus dat zijn dan van die voorwaarden die wegvallen. Maar wat er komt, hebben we al eerder afgekaderd. Dat is door een ruime meerderheid van de gemeenteraad is daarmee ingestemd. En dat staat allemaal in die noten van randvoorwaarden en uitgangspunten. Ja. Dan nog even een heel ander onderwerp. Je bent ook inmiddels de verantwoordelijke wethouder voor Paleis Soestdijk. En waar hebben we het in Baren over? Over de concerten. Ja. En gaan ze door of niet? Dat zou je aan de concertorganisator moeten vragen. Kijk, die moet een vergunning aanvraag doen. Die hebben wij op dit moment nog niet binnen. Dus die kunnen we dan ook nog niet beoordelen. Mm. Hoe we daar verder over in het traject staan. Daar ontvangt de gemeenteraad morgen een raadsinformatiebrief over. En dat is dan ook het moment dat we er verder over kunnen spreken, wat mij betreft. Mm. Dus op dit moment kun je daar nog niks over zeggen hoe het standpunt van de gemeente is? Maar er ligt nog geen vergunningsaanvraag, dus nee. We hebben het nog niet beoordeeld. Nee. Spannend? Ja, er komen leuke artiesten, zag ik. Dus, ook spannend dat er dus al artiesten gepland staan en kaarten verkocht worden, terwijl er nog geen vergunning is. Nee, dus we zien dat vaker bij evenementenorganisatoren, dat de vergunning altijd wat later is. Maar hoe we daar ook in de toekomst mee om willen gaan, dat staat morgen allemaal netjes in de raadsinformatiebrief die we ook aan de raad sturen. En dan weten we meer dus? Het is er in ieder geval wat meer duidelijk over hoe dat toekomstproces eruit ziet. Ja, maar dat we nu niet kunnen horen, maar nee, ja, dat even is... Even geduld, Kees. Raadsinformatiebrief is duidelijk een brief die aan de raad gestuurd wordt, dus dat kan niet eerder bekendgemaakt worden, begrijp ik. Ja. Duidelijk, dankjewel voor de reactie op dit moment. Je hebt de afgelopen tijd ben je erg in de weer geweest met de begroting van Baren. Ja. Vooral ging het over een sluitende begroting. De eerste jaren lijkt het er nog wel van te komen. Maar 2026, dan hebben we een probleem. Ja. Het zogenaamde ravijnjaar. Vanavond is er uitgebreid gesproken over wat voor maatregelen er mogelijk genomen moeten gaan worden. Om wel tot een sluitende begroting te komen. Ben je tevreden met de uitkomsten hiervan? Nou, nee. Hè. De tijd moet het leren. Laten we daarbij. Daar moeten we even naar gaan kijken. Maar het gemak waarmee er weer wordt gezegd van we kunnen de reserves al uit gaan geven, want reserves moet je benutten en niet op de plank laten liggen. Ja, die reserves hebben een bepaald doel gebouwd voor als ineens de riolering ontploft, als er iets groots gebeurt. En wat er nu gaat gebeuren is dat we het weg laten sijpelen en uiteindelijk zijn ze op en we weten niet waar ze gebleven zijn. En dan moeten we weer verder. Daar ben ik. Want ook de solvabiliteit, een moeilijk woord, maar die zakt dan 14%. En die moeten rond de 25-30% zijn van de VNG. Ja, daar zakken we zo dik onder. En dan gaan we dan maar oplossen met tafelzilververkoop. Ook daar is nog geen oplossing voor. Nee, ik ben niet tevreden. Niet tevreden? Nee. Wat zou er moeten gebeuren? Daar moet ik de wethouder Prakken zeker meegeven. De duidelijke scenario's waar die hopelijk duidelijke scenario's waar die mee gaat komen. Waar kunnen we het vinden? Subsidies is geen lange termijn oplossing. Je zal toch naar bezuinigingen moeten kijken. Of hogere opbrengsten.
of lagere kosten. Of beide. Hè? Dat, het zal waarschijnlijk beide worden. Kaasschaven hebben we in het verleden al een keer geprobeerd. Dat lukt niet, want dat kaasschaven krijgen we weer terug om de oren. Ja. Dat, op termijn. Kortom, we zitten nog steeds met een dilemma wat niet opgelost is. Nou ja, de scenario's gaan nu uitgewerkt worden. De scenario A met een uitwijk. Scenario A is gewoon kijken waar kunnen we bezuinigen. Hm. En daar komen we gewoon concrete voorstellen. Het BDO-onderzoek, de accountants BDO, die laten zien dat wij op plek 339 van 342 gemeentes eindigen met een slecht rapportcijfer 4 voor de begroting de komende jaren. Ja, dat kan niet. En dat kan je niet doen door de Baarnse Zoom te gaan verkopen en daar dan 30 miljoen mee op te halen. Dat is een dagpolitiek. Daar kan je geen lange termijn beleid van maken. Volgen wat er gebeuren gaat de komende tijd. Ja. En kritisch volgen, begrijp ik. Zeker kritisch volgen. En ja, of er nou wel of niet harde keuzes gemaakt moeten worden, daar gaat het wel meer naar uitzien. Hè, we hebben 2-3 jaar de hoop gehad dat de VNG met heel veel manpower en daarna voor elkaar zou krijgen, de 3 miljard bezuiniging op alle gemeentes verspreid, dat die geen doorgang zou vinden. En dat we nog ergens wel 3 miljard zouden vinden. Nou ja, Den Haag moet ook al 17 miljard bezuinigen. Dus dat zie ik niet gauw gebeuren. Dat gaat er niet voor komen. Nee. Ik wil je danken voor je reactie op dit moment en we komen er zeker weer op terug. Er is uitgebreid gesproken over de uitgangspunten, de financiële uitgangspunten voor de komende periode. Ja. Er zijn moties nog ingediend, de Raad heeft wat bijgeschaafd. Tevreden met de uitkomst? Zeker, want wat de Raad doet is meedenken over hoe kunnen we uiteindelijk het gat wat we hebben vanwege landelijk. Dat benadrukken, doordat het landelijk 3 miljard minder in het gemeentefonds stopt, hebben wij daar ook last van. Nou, wat voor scenario knoppen kunnen we aan gaan draaien? In feite hebben we nu nog steeds alle ruimte breed om, of het dan gaat over de inkomsten verhogen of als het gaat over bezuinigingen, om dat te doen. De Raad heeft aangegeven dat ze ook de mogelijkheid willen om nog wat te onderzoeken. Wat zouden subsidies, wat zouden we daarmee kunnen doen? Ja. Dus blij man zit hier om hiermee verder aan de slag te gaan. Ik had net de fractievoorzitter van de VVD hier. En die was nog niet zo helemaal tevreden over hetgeen nu voor ligt. Nee, en dat begrijp ik. Want zo'n situatie waarin we 1 miljoen of meer moeten gaan vinden, dat is natuurlijk nooit leuk. En ik snap heel goed dat je je wil niet de OZB omhoog gooien. Nee. Je wil niet aan je reserves komen. Maar dan is het ook één ding, ook richting de VVD. En wat dan wel? Want we moeten wel met de sluitende begroting uiteindelijk gaan werken. Dus op dit moment, en dat is gewoon jammer, het is vervelend en het is pijnlijk. Maar ja, die keuze moet je wel gaan maken. Je kunt niet zeggen, we doen niks. En dat is gewoon vervelend, maar dat is wel de situatie. Want dan zou je ook eventueel onder curatele van de provincie geplaatst worden. Ja, dan moeten we nog wel heel wat stappen verder. Maar uiteindelijk wil je ook voor de financiële positie, moet je wel zeggen, als we ergens 1 miljoen of 2 miljoen vandaan moeten halen, dan kun je niet zeggen, geen enkel instrument wil ik inzetten. Je moet dan wel de keuze maken. En dat is de politiek ook voor. Om dan te zeggen, de minste pijn doet dan een maatregel. Maar dat het eigens pijn gaat doen, dat is gewoon evident. Ja, daar ontkomen we dus niet aan. Daar komen we ontkomen niet aan. We proberen door die mix, die we zeggen van, misschien iets meer belastingen, inkomsten verhogen, iets meer met subsidies, iets minder misschien uitgeven op hele gerichte onderdelen waar we ons geld aan uitgeven, door die mix te gaan maken om het op te gaan vangen en proberen die pijn zo min mogelijk te maken. Maar je gaat gewoon niet in de begroting 1 à 2 miljoen vinden zonder dat je dat eigens gaat merken. En dat is ook de boodschap richting de VVD. Ja. Nou hebben we een reserve ook in Baren, dus eigenlijk een soort spaarpotje zou je het kunnen noemen. Dat is, dacht ik, behoorlijk hoog. Zeker. Ik heb een bedrag van 25 miljoen gehoord. Mm-hmm. En dat zou eigenlijk lager mogen zijn, of niet? Zeker. Ja, wat we nu hebben voorgesteld aan de Raad, dus wat ook is aangenomen, om dat te koppelen aan welke risico's lopen we. Nou, dat denk ik dat we uiteindelijk uitkomen op iets van misschien 7, 8 miljoen, een beetje in die orde van grootte. Wat eruit zou kunnen worden gehaald? Nee, wat we dan overhouden in dat potje. Ja. En dat potje is nu ongeveer 13, 14 miljoen, de algemene reserve. Maar we weten dat we met de Barentse Zoom, de opbrengsten, dat er dan bijvoorbeeld dan 10 miljoen bij komt. We gaan natuurlijk ook het meanderterrein nog verkopen. Nou, er komt ook wat geld binnen. Dus ja, als je dat niet wilt gaan inzetten, dan gaat die algemene reserve, het spaarpotje loopt alleen maar op. En dan zou het inderdaad naar 25 miljoen kunnen gaan stijgen. Mm.
En ik begrijp dat je daar heel voorzichtig mee om moet gaan. Maar het is wel geld van onze inwoners. En het zou raar zijn, vind ik. En gelukkig heeft de Raad daar ook wel de ruimte voor gegeven. Wanneer je dan wel zegt, aan de ene kant heb ik een spaarpot van 25 miljoen. Maar aan de andere kant moet ik wel de OZB omhoog gaan gooien. Want ik wil niet aan die spaarpot gaan komen. Of ik moet gaan bezuinigen. Dan is het volgens mij een hele mooie politieke afweging om te maken. Nou, misschien moeten we dan toch die reserve wel gaan benutten. Niet om meteen te gaan verjubelen of andere dingen, maar gewoon voor investeringen die we te gaan gebruiken. Nou, die ruimte is er, maar wel in voorzichtigheid. Dat is wat de Raad heeft aangegeven. Ja. Waar ben je het meest blij mee? Nou, dat we nu heel helder hebben voor ons ook wat we verder mee aan de slag kunnen. Mm. Dat we de Raad ook heeft aangegeven, dit zijn de instrumenten die we mee kunnen nemen. En dat geeft voor ons houvast richting de perspectiefnota, richting de begroting, om gericht nu voorstellen uit te gaan werken. Dus die duidelijkheid is nu belangrijk. Wat inwoners ook vaak graag willen horen, hebben een sluitende begroting. Op dit moment is die sluitend. Hè? Ja. En dat zou die voor het komend jaar 2025 ook zijn. Ja. Alleen dan 2026, dan zouden we dus naar beneden duikelen. Ja. Want dan ontstaat dat tekort, hè? Ja, dan ontstaat dat tekort. En daarvoor hebben we natuurlijk de lobby ook richting de landelijke overheid. Richting alle politieke partijen daar. Want zij creëren het probleem. Ja. Ik hoop toch. Maar ja, goed, de kabinetsformatie, dat duurt nog wel even, denk ik. Maar het zou mooi zijn als vanuit het landelijk die 3 miljard die ze korten, dat van tafel gaat. Dan hebben wij geen probleem. Kunnen wij gewoon door blijven gaan met onze opgave. Maar we zijn nu voorbereid in ieder geval. We gaan ons verder voorbereiden. Als dat geld niet komt, wat we dan moeten gaan doen. We blijven het volgen. Dank u wel voor de reactie aan het eind van de vergadering. Graag gedaan.